Eens de knopjes van de fruitbomen zijn opengebarsten, is het weer volop genieten van de kleurenpracht van het Hageland. En die pracht wordt de komende weekends nog eens extra in de verf gezet tijdens de bloesemweekends. Elke dag hebben we de bloesems kunnen volgen. Kersen, peren, appelen op de bloesemfluisteraar. En nu is het zover. 3 weekends lang zetten we letterlijk de bloemetjes buiten. We beginnen als morgens heel vroeg met wandelingen tot 's avonds laat met kaarsen verlicht en slapen onder de blote hemel. We hebben een grote picknick op een sprekend picknickkleed. Echt geweldig. Van de ene activiteit ga je naar de andere, te voet of met de fiets. Onderweg geef je je ogen de kost en snuif je die zalige bloesemgeur op. Voor wie de bloesempracht wil combineren met een stevige sportieve uitdaging, is de Eddy Merckx-route een aanrader. Geef nu eens toe, wat is er mooier dan je benen te strekken in de ontluikende natuur en daarbovenop nog eens 72 kilometer te kunnen fietsen op de Eddy Merckx-route die je leidt langs de mooiste plaatsjes van het Hageland. Vorig jaar telden we 600.000 fietsers in het Hageland. Sommigen hebben wel gezegd, hier en daar is er verbetering mogelijk. En dus gaan we nu na de zomer ons fietsnetwerk helemaal vernieuwen. 700 kilometer ligt er dan volgend jaar op ons te wachten. Zijn we weg, Mark? Ja, we gaan vertrekken. We gaan er eens goed tegenaan, hè? Ja, vergeet niet naar de bloesems te zien. Nee, dat doen we.